Hallo. Vandaag gaan we het hebben over hoe vaak we onszelf tegenwoordig voorbij lopen. Want ik zie heel veel berichten terugkomen en mailtjes van mensen of pb'tjes dat ze de hele dag bezig zijn met zichzelf af te schermen of dat ze zichzelf voorbij lopen, dat ze heel druk bezig zijn met het andere naar de zin te maken. En dat maakt dat het niet altijd evident is om ervoor te zorgen dat je lief blijft voor je eigen. Dus als je merkt dat bijvoorbeeld je grenzen een beetje genegeerd worden of dat je moeilijk nee kunt zeggen en dat mensen over je heen lijken te lopen, wel dan kan het interessant zijn om eens te gaan kijken. Hoe pak ik dat aan? Hoe sta ik hier zelf in? Want wat ik heb gemerkt is dat het niet altijd evident is om goed voor jezelf te zorgen. En dan zie ik ook heel vaak terugkomen dat veel HSP zichzelf nogal eens durven verwaarlozen, omdat we een soort van ongeschreven regel hebben dat het belangrijker is om voor andere mensen te zorgen dan voor onszelf. En ik denk dat het vandaag wel haast hoog tijd is dat we dat een soort van achter ons kunnen laten en dat die zelfzorg eerst komt. Want ik merkte bijvoorbeeld dit weekend de valkuil zelf op. Mijn man werd 30 jaar gisteren. Oei, nog een echte jonkie. En ik had natuurlijk van alles gepland. Maar door corona viel er het een en ander in het water. En mezelf kennende wil ik dan toch buiten mijn eigen gaan om alles te overtreffen. Dat die man toch een geweldig verjaardag heeft en dat hij dat echt goed kan vieren. Nu, het nadeel is natuurlijk wel dat je dan jezelf ook heel vlug aan het voorbijlopen bent. Dus ik had het daar met mijn zus over. We zaten samen in de auto, want zij is mijn contactpersoon, want zij is single. En we waren aan het babbelen over het feit dat het als HSP makkelijk is om jezelf in relaties weg te geven. En om altijd maar u aan te passen aan de anderen, waardoor wij dan heel vaak teleurgesteld achterblijven. En het was nu niet zo'n thema wat voor mezelf nog heel veel speelde, maar nu dit weekend met zoveel geregeld te hebben en daar had ik toch wel mijn handen mee vol, gezien de huidige omstandigheden. En dan merkte ik met momenten dat ik dacht, ho, eventjes een kleine check-in doen. Waarom ben ik er dan toen? Want op een gegeven moment merkte ik dat ik aan het pleasen was en dat ik een soort van bijna de goedkeuring aan het zoeken was bij mijn man, of dat ik het maar deed om leuk en aardig gevonden te worden en een goede vrouw te zijn. En toen had ik zoiets van: nee, oké, dit gaan we even parkeren, want daar heb ik niks aan. Ik vind het gewoon heel belangrijk voor mezelf dat ik dit kan doen voor hem, omdat ik het leuk vind om hem in de watten te kunnen leggen en om van allerlei leuke dingen voor hem te kunnen regelen. Niet omdat ik iets terug moet krijgen, maar puur omdat ik het tof vind om nu eens even te kunnen pamperen. Ik ben niet altijd het meest zorgzame type in huis. Ook al ben ik hoogsensitief, maar toch. Dus op zo'n momenten vind ik het geweldig dat ik dan ook overboord kan gaan en echt over de top. Maar dan is het wel interessant om te gaan kijken dat je jezelf toch niet voorbij gaat lopen. En dat je op die momenten wel echt trouw blijft aan je eigen gevoel. Maar op een gegeven moment merkte ik dat ik daar over die grens aan het gaan was. En dan had ik door van oei, daar wordt een soort van teleurstelling aan gekoppeld, want er is niet genoeg dankbaarheid langs zijn kant en het is dit en het is dat. En dan merkte ik op dat ik terug vanuit een andere houding, veel speelser en veel losser daarin mocht staan. Waardoor ik dat ook ben gaan doen. Waardoor ik ook vervolgens heel veel diepe dankbaarheid kreeg van mijn man. Omdat ik het ook een soort van los kon laten. Dat maakte dat het enerzijds voor mij veel aangenamer was om het allemaal te doen vanuit lichtheid en vanuit plezier en vanuit fun. Maar dat maakte ook dat er voor hem geen druk en geen beladenheid meer op zat. En die echt gewoon heerlijk kon genieten van hetgeen gepresenteerd werd, zal ik zeggen. En ik denk dat daar voor onszelf een heel belangrijke rol zit. Waarom doe ik dit?
los van het feit dat ik de ander hier blij mee wil maken, van mij uit. Waarom is het belangrijk dat ik dit kan doen? En ga kijken waarom het u blij maakt en zorg dat je vanuit die lichtheid de dingen doet. En al de rest is maar de vraag, dient het mij en moet ik het dan nog wel doen? Of kan ik het delegeren of laten of uitstellen of op een ander moment doen, wanneer het beter past, bijvoorbeeld. Allemaal denkpistes om eens dieper op in te gaan, maar laat deze alvast bezinken. Kijk wat je ermee kunt doen. En volgende week dinsdag op 1 december gaan we voor de eerste keer, ik denk ooit, een online lezing doen die echt gericht is op hoogsensitieve artiesten. Zijt je zo iemand of kent je zo iemand, zou ik zeggen, ga even naar de website of doe me een berichtje voor de link. En ga je lekker aanmelden, want het is helemaal gratis en je krijgt er nog eens een hoop mooie cadeaus bovenop. Dus ik ben heel benieuwd, heel veel zin in om dat zo te gaan doen voor de eerste keer in die opzet. En we zien elkaar misschien weer snel. Doei doei!